tien voor zes 's ochtends. Ga beginnen. Let's go. Ja. Oh, de grote baas, ik zag hem. Ja. Dus de baas staat al op het kaartje. Ja. Hij zit erin. Oh, wat een bak. Massief groot. Yo, Rofmeisters, zoals Sjoerd zou zeggen. Die is er vandaag niet, seizoensopening. We zijn vandaag op de rivieren, de IJssel. Speciaal moment, want we gaan beginnen. Ja, seizoen 2024, 23-24. 10 voor 6 ochtends, ga beginnen. Let's go. Eerste worp. Oh, ik had de eerste aanbeet. Ze liggen daar. Echt een goede beuk erop. Dus het gaat wel gebeuren. Ik ben begonnen met een chatje, mede omdat de rivier behoorlijk stroomt op dit stukje. En even snel het kantje af willen vissen en naar beneden hupsen. Het is behoorlijk hoog water geweest de laatste tijd, dus ik heb even een chatje gepakt met een felle kleur. Normaliter zou ik wat natuurlijker beginnen, maar het is, als je naar het water kijkt, is behoorlijk troebel. Frank heeft iets natuurlijks, dus even kijken of we op deze manier een aanbeet kunnen uitlokken. Ik ga voor Match the Hatch, dus een van onze vorens. Dus even kijken of we een grote jongen naar binnen kunnen trekken. Heel ondiep. Ja, ik zit vast. Dat is gek, want ik zet je met een haak op de rug. Ik denk dat we hier niet te lang moeten blijven hangen. We moeten eigenlijk daar een driftje maken langs de stroomnaad. We blijven vandaag even op de rivier. We zijn inmiddels even van de IJssel geswitcht naar de Nederrijn. En we gaan even, want, de Nederrijn, deze tijd van het jaar is het altijd een beetje afwachten, zit er stroom of zit er niet stroom. Nu zit er stroom, daarom hebben we ook voor de Nederrijn gekozen. En we gaan even wat lange drifts maken langs Steenstort. Om het op die manier even de snoekbaars te vangen. Doel vandaag was alle vissen vangen. We hebben de goede techniek, dus nu is het kwestie van doorzetten. En ik denk dat dat gaat lukken. Snoek. Kom ik nog op terug vandaag, want dat kan wel eens de joker worden. Of het lukt en dan hebben we gelijk echt een hele mooie vis. Of het lukt niet, ja weet je, dan hebben we wel gewoon andere dingen al wel gevangen. Dus in dat opzicht heb ik er vertrouwen in vandaag. Ja, hangen, hangen. Yes. Mooi. Ik gooi hem net zo over dat stroomnaadje en meteen hangen. Mooi dikke baars. Knijten van een baars, joh. Oh, dat is mooi. Ja. Even het netje hebben? Ja, we hebben het netje niet. We hebben alleen maar een rood net, denk ik. Dus deze die krijgen we binnen. Een van onze snoekbaars chatjes. Hij heeft het me helemaal geïnhaleerd. Moet je kijken. Dat is toch een flinke chat, hè? Nou, blij mee, jongens. Mooi baarsje, 40er denk ik of zo. Nou, het vecht altijd zo mooi op de rivier. Yes! De eerste van het seizoen. En dan zal ik je heel eerlijk vertellen. Want eigenlijk stiekem is het plan een beetje om alle drie de vissen te vangen. En met deze had ik toch wel mijn twijfels of dat vandaag ging lussen. Dus die is al van de kaart al. Dus de baars staat al op het kaartje. Ja.
Wat sterk hoor, die vis. Ja, die, die is wel gespierd hier. Nou, next. Vertrouwen in het kleurtje nu natuurlijk. Ik pak even een van onze kleinere vorens. En om op deze manier toch even te kijken of ik met een kleiner formaatje. Het is eigenlijk even niet mijn voorkeur, maar omdat het behoorlijk stroomt hebben we wel veel meer gevoel. Er zit hier een mooi richeltje. Dus op die manier even proberen of ik iets meer kans maak. Nog een keer Frank. Ja, ik denk dat er nog wel... Deze pakte ik de hoogte van die paal zo'n beetje. Hè? Dus ik denk dat het nog wel moeite waard is om het even daar nog een paar keer te proberen. Ik vis nu met deze Fox Pro Shad 18 gram heb ik eraan. Ik vis wel met lood hier op de rivier, omdat me wat te duur is om tungsten te doneren. Ik zie de hype alweer vast zit, dus dat dus. Het is, ja, als je niet vast komt te zitten, dan vis je niet waar de vis is. En, dus wat dat betreft is dat normaal en dat geeft ook niks. Ik gooi zelf altijd het liefste met de stroom mee en dan vis ik hem tegen de stroom in. Dan zit ik veel minder vaak vast, heb ik veel beter gevoel. Maar wat wel is, soms moet je wel wat zwaarder vissen op die manier. Want zeker met zo'n grote schroepstaart, dan door de druk van het water wordt het chatje natuurlijk omhoog gedrukt. Dus dan pak je gewoon een paar gram meer. Dan, ja, sommige mensen vissen met de stroom mee, maar ik vind dat je ontzettend vaak vast gaat zitten op die manier. Dat vind ik niet prettig. Je hebt minder gevoel. Nu ga ik er een vangen, hè. Ja, hangen. Ja. Ik ga je helpen, Frank, met landen. De snoekbaars die moeten we even nou... Moet je wel vaag maken. Ik denk dat hij al zo is. Moet ik hem pakken met de hand? Ja, scheppen die handel. Heel raar vecht hij. Ik heb geen bonkje gevoeld. Kom maar, ja. Ja, yes, lekker. Haal het net vast als je wil. Je hebt wel zo'n vis die de bek niet open wil doen, hè? Dit is er zo één. Ga gewoon even snel door, hè, bootje. Pak er nog één. Huip zat vast, dus we moesten even terug en ik gooide in. En hij geeft een peut gas met de trollingmotor. En meteen op dat moment klapte deze toch wel mooie snoekbaars erop. Dus heel tevreden mee. Op naar de volgende zou ik zeggen. Nou, dat vinden ze wel. Kijk, daar woont Fred Vinsam. Hier hebben we dat bedoel. Een mooie ram erop. Kijk eens, mooie maat snoekbaars. Frank, doe even het netje. Ja. Ik was even geswitcht naar een setje van ons met een grondbolkleurtje. Toch een paar kleurtjes gebeurd, werkte niet echt. Ik denk, ik ga iets pakken wat ik weet dat ze hier heel veel eten. Dat zijn grondbols, die zitten hier in overvloed. Nou, niet zonder succes. Tot nu toe de mooiste snoekbaars van de dag. Maar daar gaan we nog wat werk in zetten, want het is nog maar 10 uur. Zo, een feestelijk begin van het nieuwe seizoen. We zijn allemaal van de nul af, dus de champagne mag open worden. Anders hadden we hem voor de troost moeten drinken. Maar nu is het toch voor het vieren van het nieuwe seizoen. En het belooft wat te worden. Zeker weten. Ik wou nog een paar snoekjes en dan hebben we de volle kaart. Ja. Merci. Kijk jongens. Heren. Op een, proost. Op een goede opening. Proost. Op het leven.
eerste missie is gehaald, want eigenlijk is, willen we de snoekbaas nog even upgraden en dan kijken of we een snoek kunnen pakken. Snoek moet weg, want naar een ander gebied. Dat wordt lastig op de rivier nu. Het is behoorlijk troebel, omdat het hard heeft gestroomd. Dus dat bewaren we even als laatste. En dan kijken we of we volledig het kaartje kunnen vullen. Maar hier is eigenlijk het troebele water met het heldere water wat samenkomt. Nou, het gebeurt geregeld hier dat de snoekbaars net zo'n randje troebel liggen. Zoals nu. Shit, mist hem. Maar dat is natuurlijk een perfecte hinderlaag. Zeker nu de onkruid nog, de waterplanten en alles er nog niet is. Zijn dat wel de plekken. We moeten er nog even een keer overheen, want... Baars, denk je? Ja, ik denk een baars, maar ja. Dit is een andere vis dan die van net, want deze is een stuk sterker. Ja. Zou wel. Snoekje. Zou ook wel een snoekje kunnen zijn, maar. Ik weet het net ligt naast je, hè? Ja. We kunnen wel raden, maar we gaan het zo zien, want. Dan vis ik even door. Ik heb hem nog niet gezien. Hij zit hier bij de motor. Oh, een grote baars, ik zag hem. Ja. Mooi baas. Yes! Dat is wel een knijter van de baas. Varken, jongen. Niet normaal. Ik gooi de eerste keer in. Met chatje, vrij ondiep. Beuk erop, vis eraan. Weer los. Het voelde als een kleinere vis. En toen gooide ik nog een keer in en een grote beuk erop. Deze vis nam hem meteen diep en 49 centimeter, heel erg blij mee natuurlijk. Yeah. Normandie. Ik zie wel stenen, Frank. Yeah. Je moet het even goed in de gaten houden. Yeah. Bijna goed. Het is inmiddels ver in de middag. We hebben vanochtend een paar mooie bazen gevangen, een paar mooie snoekbazen. Dus de doelstelling is nu om een snoek te vangen. En wij zijn niet zo van trollen, maar om dit water even snel af te vissen is het toch wel leuk om even een uurtje te trollen. Ook een mooie afwisseling. We hebben al vanaf 6 uur vanochtend staan te werpen. Dus, dat gaan we doen met 3 hengels. We hebben de livescope aan. Dan kijken we naar achter hoe het diepetage loopt. We hebben de sidescan aan, downscan. Ik zie hier trouwens een hele grote vis opeens op de downscan. En volgens mij is Huipel aan het vissen, dus ik kan ook snel ingooien. Ik wil die brazen vinden. Zo. Kijken of ik brasems kan detecteren. Een mooi vis daar, 10 meter, 6 meter diep. Oh, ja, aan. Ja. Ja. Ja, we zaten net te vertellen. We hadden natuurlijk weer een hoop bravoure, want er is hier een stekkie waar we vaker vis hebben gevangen. Dus we moesten de batterij wisselen. Ik zei, doe maar snel, want ik heb zo beet. En verdomd, op commando klapt hij erop. Een behoorlijk goede vis, zo te voelen. Hij komt nu deze kant op, dus... Het is voor het eerst dat hij wat doet, zie je dat? Alsof hij nu pas in de gaten heeft dat hij gehaakt is. Ja. Dit is een grote vis hoor. Kijk. Holy shit.
29, denk ik. Ja, 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 dat is een grote vis. Sterk, jongen. Ik heb mijn slip bijna helemaal dicht. Anders iets naar voren met de boot. Niet te veel forceren. Nee, nee. Boot is spannend moment. Ik wil hem alleen weghouden daar. Dit is 1,20. Oké, Frank, we gaan ervoor. Nou, hij is echt nog niet aan het opgeven, hoor. Nou, komt hij dan. Erin, ik kan het niet zien. Hij zit erin. Oh, wat een bak. Massief groot. Hij is niet lang, maar hij is massief groot. Bo, wat vind je ervan? Ik vind het echt next level, guys. Frank? Ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Bo, we gaan hem doen. Zit je op nul? Ja. 1,27. 25. 25. Als hij daar op nul zit... Ja, wacht even zo. Ja. 1,26. 1,26, joh. Seizoensopening. Niet normaal. Frank, je mag mijn pet even op. Ja, jongen. Ja, helemaal. Overdonderd natuurlijk met deze vangst gewoon. 1,26 was het? 1,25? 1,26. 1,26. Maar met massief. Met de opening, ja, super massieve vis. Loodzwaar. Ja, wat een vis, wat een gevecht ook. Ze gaf nooit op. Bleef maar trekken, bleef heel diep. Massief, niet te tillen. 15 kilo of zo. Ja. Stel voor dat we er net even bij laten komen en dan laten gaan, want we zijn er al even mee bezig. Ik moet hem vasthouden, Frank, want het net is nog niet ready. Ja. Oh. Yes! Yes! Nou, het is helemaal... kan niet meer kapot natuurlijk vandaag. En de Grand Slam, hè, de snoekbaars, baars en een mooie snoek. Mooie snoek? Een mooi snoekie van 1,26, ja. Net geen pb, maar ik denk dat, volgens mij is het exact dezelfde. Het zal een centimeter, ik weet het niet. Zo nauwkeurig hebben we toen ook weer niet gebeten. Dus een beetje hetzelfde als nu, ja, op zo'n onthaakmat. Ja, maar goed. Over de moon. Het was een topdag. En ik hoop dat dit de vorm is die we de rest van het seizoen voort kunnen zetten. Dan wordt het een prima seizoen. Zo is dat. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Neptune Fishing.